Ik ben Mark Milders, ben hier in Duitsland werkzaam bij ING, verantwoordelijk voor onze zakelijke financiering en zakelijke klanten. ING is hier al heel lang onderweg. ING is hier heel succesvol als een spaarbank. ING DiBa is de derde spaarbank van Duitsland, achter Deutsche en Commerz. En naast de ontwikkeling van het sparen, de hypotheken, zijn we bezig om de hele zakelijke bank op te bouwen, om vooral Duitse ondernemingen te helpen. Met wat wij sterk in zijn, dat is ons internationale netwerk. En tegelijkertijd de sectoren, zo'n industriebeurs, waar kan je beter je klanten leren kennen dan hier? Ik bedoel, zoveel banken die allemaal wel een lening kunnen verschaffen, maar echt weten wat er speelt bij klanten, is waarom wij op dit soort beurzen zijn. Nou, het voordeel van DiBa wordt gezien als een Duitse bank, DiBa DiBa Do. Wij zijn ook hier bij, als ING aan de zakelijke kant een onderdeel van ING DiBa. En juist het anders, DiBa heeft ook als slogan Erfolgreich anders. Juist het andere is wat we proberen te berden te brengen. Ons internationale netwerk, wat niet veel Duitse banken hebben. Maar ook internationale kennis die we naar Duitsland kunnen brengen. Dat maakt het onderscheid, want ik heb als ING niet in meerwaarde te bieden aan een lokale Duitse ondernemer die alleen maar lokaal bezig is, want er zijn er 2000 banken hier in Duitsland. Maar juist als ondernemer die internationaal wil gaan, wat minder formele waar de Nederlanders zo om geliefd zijn hier, dat helpt heel erg in ons succes. De competitie is gigantisch sterk. Het andere is, van de Duitsers zijn van huis uit, ook qua financiering, conservatiever. Het avontuurlijke, wat misschien wat meer de Nederlandse cultuur is, is hier meer van eerst goed doordacht, overwogen, gepland aangaan. Maar ja, dat merk je ook terug. Iedereen spaart hier. De staat, de privépersonen en de ondernemingen. Maar dat komt als je ook ziet hoe groot het investeringsgat is in de Duitse industrie. Dat ze nog niet die sprong wagen. Maar dat gaat komen, juist wat we hier op deze beurs ook hebben met de industrie 4.0. Gigantische investeringsprojecten waar heel sterk industrie en overheid samenwerken. En ook de energiewende met het afschaffen van de kernenergie. De omschakeling naar duurzame energie. En dat zijn nou juist dingen waar ING wereldwijd zo'n sterke positie in heeft. Via onze structured finance afdeling die over de hele wereld in de energiesector bezig is. Die kennis hier naartoe halen is wat ons kan onderscheiden van een Commerz of van een Deutsche.